werken. Het werd al gezegd, Ronald van den Hof ben ik. Ik zat eigenlijk te zoeken van waar gaat het over, maar het gaat natuurlijk eigenlijk over jullie en jullie carrière. En met die carrières is eigenlijk iets heel raars aan de hand. 10 jaar geleden was het heel eenvoudig, dan zat het leven heel overzichtelijk in elkaar. Nou, sindsdien is er nogal wat veranderd, ook in de samenleving om ons heen natuurlijk. Maar het lijkt wel of wij aan het schaken zijn of 40 borden tegelijk. En dat is wel een beetje wat er aan de hand is natuurlijk op dit moment in die samenleving. Als je even niet oplet, word je links en rechts ingehaald en als je een verkeerde beslissing neemt, sta je er 1 keer naast. Dus bedrijven, zeg maar, die nu en het geld hebben en een marktpositie, hebben eigenlijk geen enkele garantie dat ze over 5 jaar nog warm bestaan. Nou, hoe komt dat? Dat komt omdat we, zoals de Rotterdamse professor Jan Rotmans altijd zegt, we leven niet in een tijd van veranderingen, maar we leven eigenlijk in een veranderende tijd. We zitten in een transitiefase. En die transitiefase die kenmerkt zich eigenlijk door een aantal crisis. Het is crisis op de huizenmarkt, op de arbeidsmarkt, financiële markt, economische crisis, etc. Maar dat is eigenlijk het zichtbaar worden van een onderliggende transitie. We zijn van het ene tijdperk over ingegaan naar het andere tijdperk, naar een volgend tijdperk. En hoe dat eruit gaat zien, dat weten we natuurlijk allemaal nog niet precies. Ik heb dat Society 3.0 genoemd. En we hebben eigenlijk een periode in de geschiedenis, hebben we vergelijkbaar ook zo'n overgangsperiode gehad. Toen gingen we over van een agrarisch systeem, werd de stoommachine uitgevonden en toen gingen we over naar het systeem van de geïndustrialiseerde samenleving. En die periode hebben we achteraf een revolutie genoemd, de industriële revolutie. En we zitten vandaag de dag in net zo'n revolutie. En we moeten ons heel goed realiseren dat in sommige landen heeft die industriële revolutie wel 150 jaar geduurd. Nou, de tijd gaat een stuk sneller en we zijn verbonden met elkaar. Maar het is een illusie om te denken, wat ze in Den Haag wel eens roepen, van ik zie een lichtpuntje en daar gaan we weer, verdedig mij. Dit is nog zeker 10, 15 jaar zal het onrust blijven, de krachten worden herverdeeld op deze wereld, op een aantal terreinen. En dat zie je eigenlijk iedere dag zichtbaar worden. Dus het is een uitdaging om in die tijd van constante verandering, een tijd van constante vernieuwing, technologie staat niet stil, dat giert maar door, dat is bijna niet bij te houden af en toe, is het zaak om je staande te houden en eigenlijk goed naar buiten te kijken. En zo hebben we ons hele land met bestemmingsplannen keurig duidelijk in vakjes neergezet. We hebben onze organisatie in vakjes neergezet, we hebben ons onderwijs in vakjes neergezet. En als dan een van die vakjes het niet doet, dan stagneert eigenlijk de hele zaak. En dat is waar we nu middenin zitten. Want het internet staat natuurlijk niet stil. We zijn natuurlijk begonnen met internet 1.0 en dat was het ontsluiten van informatie. Vervolgens zijn we ons aan elkaar gaan verbinden, het sociale web, het 2.0. En daarmee is opeens kennis gaan stromen. En kennis is macht, werd daarmee verleden tijd. En dat betekent op dat moment dat dit ontstaat, dat zeg maar mensen, groepen van mensen die verbonden zijn en kennis gaan delen, dat het primaat voor kennisoverdracht eigenlijk uit het schoolsysteem gaat. Je kan op andere plaatsen ook iets leren. En dat is natuurlijk wel een uitdaging voor, zeg maar, voor ons opleiding, voor de opleidingswereld. Wat je ook ziet is dat stakeholders, dus de betrokkenen bij een organisatie en de organisatie zelf, die groeien naar elkaar toe. Mensen gaan terugpraten. Die gaan een conversatie voeren, die gaan reviews geven, die gaan klagen op het internet over organisaties en dat soort dingen. Dus je ziet uiteindelijk dat die machtsverhoudingen die worden vlakker. Internet democratiseert op een ongelofelijke manier. En het is nog niet klaar, want als je 1.0 hebt, 2.0 heb je natuurlijk ook 3.0. En dat betekent dat we aan de vooravond staan waarmee het internet, wat we noemen met een ingewikkeld woord, contextueel intelligent wordt. En dat impliceert dat er 50 miljard apparaten met elkaar in verbinding komen te staan de komende 10 jaar. Dus onze omgeving om ons heen wordt intelligent. En die weet, die omgeving die gaat weten wie we zijn, wat we doen, waar we naartoe op weg zijn, wat voor kennisbehoeften we hebben en wat voor device we op dat moment in verbinding staan met anderen. Internet of Things wordt dat ook wel eens genoemd. En wat je dan ziet bij dat internet 3.0 is dat die organisaties eigenlijk, ja, die worden gelijkwaardig aan zijn stakeholders. Daar ontstaan andere machts- en krachtverhoudingen, want groepen van verbonden mensen hebben eigenlijk geen organisaties meer nodig om te krijgen wat ze hebben willen. Je gaat eigenlijk niet meer in dienst bij een baas of zo. Dat is ook niet meer van deze tijd. Dus wat je ziet is het ontstaan van de ZZP'er. Dat is heel een beetje calvinistisch Nederlands. Een beetje lullig, zelfstandige zonder personeel. Alsof dat hele zielige mensen zijn die in een hoekje zitten weg te krijgen. ZZL'ers dan liever zelfstandige zonder leidinggevende. Maar in onze organisatie noemen we het ZP'ers, zelfstandige professionals. En dat is een snelgroeiende groep. En dat is een groep die zich in mijn ogen kenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit. Ze kunnen heel snel schakelen. Vandaag, dit, morgen, dat. Een leven lang leren. En ze staan in verbinding via die social media met de hele wereld.
Hun kennis is geen enkele issue voor ze. ZP'er wil wel met een organisatie werken, maar niet meer in dienst. Die wil wel met een organisatie waarde creëren, maar niet meer van maandag tot vrijdag. Die wil nog wel waarde creëren met een organisatie, maar niet meer op de plek, kantoor en de naam van het bedrijf, op die locatie. Want die ZP'ers kunnen overal werken, als ze maar in verbinding staan met het internet. Traditionele organisaties zullen verbinding moeten gaan maken met ZP'ers, met zelfstandige professionals, omdat er vanwege de vergrijzing, zeg maar, de traditionele werknemer de komende 10 jaar grotendeels, zeg maar, uit het systeem vergrijst. Dus die geest is uit de fles en die gaat er nooit meer in. Als je gaat stappen in de horeca van Manhattan, dan heb je een ratio finder. En dat betekent dat je eigenlijk van iedere horecagelegenheid kan zien of er een vrouwen CP mannenoverschot is. Dat verhoogt je scoringskans, als jullie begrijpen wat ik bedoel. En dat is ook serendipiteit. Dan heb je dus meer kans om een onverwacht relevante ontmoeting voor jou te krijgen. Nou, als dat mislukt, dan doe je het die avond met je robot en anders doe je gezellige dingen. En dan daarna hou je contact met elkaar en dat is een Australisch product van Durex. Dat heb je ondergoed en daar zitten de vibrators zitten daarin en die kun je activeren met een app op afstand. Dus dan kun je seks hebben op afstand met elkaar. Dus daar zit dan weer, dat zul je ook vaker horen, dat wordt, zit een stukje game element in. Dus naarmate je elkaar meer gaat ontmoeten, word je zichtbaarder en mag je laten zien dat je succesvol bent en dat soort dingen. Dus een soort gamification-achtige spelelementen zitten daarin. Want als, zeg maar, jullie in één ding goed zijn, dan is het spelen van games. Megasteden, er wijken ontstaan met circulaire economische, redelijk gesloten systemen, waar, zeg maar, die hospitality plaats gaat vinden. En dat gaat dus plaatsvinden in een hele andere wereld, op hele andere wijze, zeg maar, dan wij nu gewend zijn en hoe wij dat nu ervaren. Maar dat is meer, zeg maar, constant het podium bieden, het co-creëren met je netwerk. Dat is uiteindelijk, zeg maar, hoe je op een duurzame wijze sociaal en monetair kapitaal met elkaar in evenwicht brengt. En dat zorgt ervoor dat je dan, zeg maar, succes kunt hebben. Dat is voor mij niet zo belangrijk, maar voor jullie is dat hartstikke belangrijk. Want jullie toekomst begint nu nog en jullie gaan Society 3.0 meemaken. Succes ermee en dank voor jullie aandacht.